Ja, welkom bij u vandaag. We hebben zelfs dieren in de uitzending. En Martijntje, zijn ze nou een beetje gelukkig? Kunnen we dat zo gauw zien? Kijk eens hoe relaxed ze zich uitstrekt. Ze maakt zich even lang. En eten. Voor eten doen we natuurlijk een hoop. We gaan het er zo helemaal uitgebreid over hebben. Vind je dat goed? Ja. Welkom bij u vandaag. Kom, we gaan naar tafel. Hond mee. Ja, goedenavond allemaal. We hebben het over nog veel meer, want een van de geliefde kassières van Utrecht, die zit hier aan tafel, Joke. Ja, toch? Ja. Ja, je zegt ja. En jij vindt het heel jammer dat Joke ermee ophoudt, Sophie? Ja, zeker. Dit was een van mijn vaste bakens in mijn eigen supermarkt. Ja, dat is heel erg als iemand dan met pensioen gaat. En dat vind ik niet alleen, want het ligt hier vol blijkt, met... De tafel ligt vol met kaartjes, boeken. We gaan er zo uitgebreid over hebben, Joke. Okay. We beginnen met Sint Maarten. Daarvoor bent u hier, kolonel de Jong. Welkom. Dank je wel. Sint Maarten, daar zitten veel van uw mannen, hè? Want 110 mariniers die zijn bijna op Sint Maarten, moet ik zeggen... Ik begreep net dat ze nog een eilandje daarvoor zitten. Ja. Ze verlenen daar noodhulp na de orkaan die daar heeft geraasd. Wat is nu de laatste stand van zaken? Nou, allereerst is het zo dat we voordat de orkaan overtrok... wij al een heleboel militairen op de eilanden hadden. Ja, dat is een extra ploeg die kant op is gegaan. De ploeg waar u het net over had. Dat is een extra ploeg die vanuit Nederland komt. En die bestaat uit mariniers, marechaussee en genisten van de landmacht. Ja. En de bedoeling is dat zij daar natuurlijk zo snel mogelijk noodhulp gaan verlenen. Dat betekent het opruimen van de infrastructuur. Want u moet zich voorstellen, al die wegen liggen... Nou, u heeft de foto's denk ik in de kranten gezien. Ja, dat zie je ook. Ja, precies. Het is één grote chaos en de bedoeling is dat je zo snel mogelijk natuurlijk de noodhulp op orde brengt. Openbare orde, handhaving, ook van belang. Want we hebben ook gezien dat er geplunderd wordt. Mensen zijn natuurlijk toch verstoken van water en voedsel. Proberen dat op een andere manier te krijgen. Kortom, veel werk. Voor dus u. Veel werk. We gaan het allemaal even langs. Hebben jullie het allemaal gevolgd? Wat er is gebeurd in Sint Maarten? Ja, het is moeilijk te missen. Beelden van gezien natuurlijk. Ja. Wat denk je dan? Ja, het zou je maar overkomen. Ja. Je bent je huis kwijt, je bezittingen kwijt. Dat is ongelooflijk. Ja. De hele dag wordt er overlegd in Den Haag door alle ministers die erbij betrokken zijn. En ook de koning heeft zich vandaag uitgesproken. Die gaat dit weekend waarschijnlijk naar de Cariben. Laten we even luisteren wat ze zeiden. De verschrikkelijke ramp op Sint Maarten laat je niet los. Wat de bovenwinden, met name Sint Maarten, maar ook Saba en Sint Eustatius overkomen is door Irma, is een ramp van ongekende omvang. Wij laten Sint Maarten niet in de steek. Een groot deel van de bewoners is verstoken van eerste levensbehoeften. Ze hebben op dit moment alle hulp nodig die wij kunnen bieden. En Nederland neemt dan ook de eigen verantwoordelijkheid als koninkrijkspartner. We doen alles wat mogelijk is om zoveel mogelijk hulpgoederen ter plaatse te krijgen. Ja, dat zei Rutte vandaag. Toch lezen we ook de krantenkoppen. U las hem net voor de uitzending ook al even. Hulp aan Sint Maarten komt traag op gang. Sint Maarten is een apart deel van Nederland. Het schijnt allemaal over heel veel schijven te moeten. Komt laat op gang, koppen de kranten. Ja, ik weet niet helemaal waar dat vandaan komt. Omdat ik al zei, voordat de storm overkwam... hebben wij al militairen op de eilanden gepositioneerd. Juist om onmiddellijk te kunnen beginnen met die hulp. Met de openbare orde, veiligheid en vooral ook de noodhulp. Dus die hulp is onmiddellijk op gang gekomen. Het is natuurlijk wel logisch dat als er een storm van die omvang voorbij komt... en de elektriciteit niet meer functioneert, de communicatie niet meer functioneert... dat het beeld wat wij in Nederland ontvangen over... hoe die hulp tot stand komt en wat daar allemaal gebeurt... en wat de situatie is, natuurlijk veel moeilijker tot ons komt... wil niet zeggen dat er geen beeld van het eiland is en van het land is. We zagen net al beelden van de helikopter. Dat is een van de eerste dingen die gedaan is. Ook. Ja, inmiddels ook. Absoluut. Wat mij wel opvalt is dat je dan eigenlijk de enige hulp die er is... dat is volgens mij de Nederlandse defensie, toch? Of zie ik dat nou verkeerd? Denk ik, dat is een tak waar zo op bezuinigd is. Ja. Kan je dat dan eigenlijk wel aan? Nou ja, natuurlijk kunnen we dat aan. En we hebben altijd permanent in Nederland eenheden gereed staan... die voor dit soort noodsituaties ingevlogen kunnen worden of ingevaren kunnen worden. In dit geval, omdat het ook in het Caribisch gebied is... en dat is een bevelsgebied van de Koninklijke Marine... Is het ook wel logisch dat daar de marine natuurlijk nu het voortouw neemt... met schepen, maar ook de luchtmacht die met vliegtuigen op het eiland invliegt. De situatie nu is, wat laatste stand van zaken, dat in ieder geval het vliegveld... De landingsbaan vrijgemaakt is, waardoor in ieder geval militair vrachtverkeer daar kan landen. Nog geen commerciële vluchten. Dat heeft alles te maken met de infrastructuur die daar nog meer bij hoort. Maar u kunt in ieder geval water brengen, u kunt met spullen komen. Hulpgoederen brengen. Ja. Daarnaast hebben we al een tweetal schepen die daar afgemeerd zijn geweest... om hulpgoederen af te geven, waaronder bulldozers, maar ook voedsel en water en mensen.
En een van de schepen is inmiddels weer terug op weg naar Curaçao. En de krant werd gesuggereerd vanwege de volgende orkaan. Maar dat, het is veel meer om nieuwe hulpgoederen en mensen te gaan halen. Ja. Zodat die weer snel naar Sint Maarten gebracht kunnen worden. Ja, u was ooit ook daar, hè? Eind jaren 90 was u ook in de Cariben, was er ook een orkaan. Ja. Ik kan me moeilijk voorstellen hoe het is om zo'n eiland op te komen met zo'n orkaan. Hoe is het om daar rond te lopen en te helpen? Nou ja, op het moment dat de orkaan komt is het beter om niet rond te lopen. Dat is op zich een goed advies. Ik kan me nog herinneren dat wij wij hadden een oud gebouw gevonden, een vrij stevig gebouw. Het leek bijna een soort bunker, het was een soort noodhospitaal. Waar wij tijdens de storm in waren, maar waar we wel konden zien van wat gebeurt er nou op dat eiland. Nou, in feite met zo'n storm komt ongeveer alles wat los ligt, komt voorbij vliegen. Maar ook golfplaten. Heel veel van de huizen in dat gebied de daken zijn van golfplaten en licht materiaal. Nou, dat gaat overal dwars door de straten heen. Bomen die ontworteld worden, auto's die op zijn kant gaan. Bent u dan bang als u daartussen ziet? Nou, voordat de storm komt, omdat je het nog nooit eerder meegemaakt hebt, ben je best wel bang. Dan denk je van, wat gaat ons overkomen? En blijft dit gebouw wel staan? Dit is geen windkracht 10 die we in Nederland wel eens meemaken. Nee, dit is het twee- of drievoudige daarvan. Dus tot met 200-300 kilometer per uur. Dat soort windsnelheden praten we over. Als je er eenmaal in zit, dan is het een hele rare gewaarwording. Want het begint heel hard te waaien. Op een bepaald moment wordt het heel rustig. Je denkt, het is voorbij. En dan zit je dus in het oog van de storm. Dan is het helemaal stil. Althans, dat was de ervaring die ik toen had. Ja. En vervolgens komt de volgende klap eroverheen. Want dan komt de staart van de orkaan er nog eens een keer overheen. Nou ja, en als dat voorbij is, ga je naar buiten. En het eerste wat je als militaire doet, is proberen de situatie in kaart te brengen. Waar is de ergste hulp noodzakelijk? Zijn er gewonden? Moet de openbare orde en veiligheid gewaarborgd worden? Nou, daar zegt u wat, want die openbare orde en veiligheid, er is wel wat om te doen. We hebben wel beelden daar, want er wordt geplunderd. Er lopen mensen met wapens, werd ook gezegd. Hè? En dit is wat een meneer daar zei tegen een van uw mannen. Anders waren bij ons. Ja. Ja. Dus nou gewoon pak maar. Nou, pak maar, ja. Mensen hebben het nodig. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zegt een van uw mannen. We krijgen net ook het bericht, begrijp ik, dat er ook schoten zijn gehoord op het eiland. Is het daar nu heel onveilig? Nee, helemaal veilig is het niet natuurlijk. Want anders zouden we daar niet zijn om de orde en veiligheid te bewaken. Dit zagen we in 1995, 1998 trouwens ook. Dat is toch een fenomeen wat zich steeds herhaalt. Op het moment dat mensen in zo'n situatie terechtkomen, geen voedsel, geen water hebben, gaan ze toch op pad. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon de normale criminelen die denken hier een slaatje uit te kunnen slaan. Ja. De militairen zijn, dus als u vraagt aan mij van hoe onveilig is het, dan zie je dat in de grotere steden, de meer bewoonbare gebieden, is de openbare orde inmiddels wel redelijk op orde. Maar het zit hem veel meer in de moeilijkere bereikbare gebieden, waar wat meer wanorde heerst. En waar we op dit moment natuurlijk gewoon moeten zorgen dat het daar ook veilig wordt. Ja, we hadden het net al even over die volgende orkanen die eraan komt. Ja. Wat gebeurt er dan? Gaan uw mannen dan van het eiland af? Want u zei net al, er werd gesuggereerd dat het schip gaat de andere kant op. Nee, wij gaan, het schip gaat natuurlijk weg. Omdat als het afgemeerd ligt aan de kant, dan is het heel kwetsbaar, zo'n schip. Dus die gaat gewoon de volle zee op. De manschappen blijven op het eiland. Die zullen gewoon shelter zoeken, net als de bewoners dat zullen doen. En op het moment dat de storm weer voorbij is, zullen zij ook weer naar buiten gaan om weer opnieuw hun werk te doen. Ja. Het werk zit er nog lang niet op, hè? En laten we hopen dat deze storm, de laatste berichten die ik gezien heb, is dat het een storm is die wellicht wat meer ten noordoosten van het eiland voorbij zal razen. En laten we hopen dat dat ook gebeurt, waardoor dus de verdere schade beperkt zal blijven. En de noodhulp die nu verleend is, dat die niet teniet gedaan wordt. Ja, want ik begreep ook dat eigenlijk zo'n tweede orkaan nog weer een groter risico vormt. Eigenlijk omdat nu alles al los ligt. Ja. Mm-hmm. Dat het nog dan is het echt zaak dat iedereen binnen blijft. Ja. Want nogmaals, die golfplaten, het zijn scheermesjes die gewoon echt overal dwars doorheen gaan. En het is echt belangrijk dat mensen dan bescherming zoeken. Ja. En niet buiten op straat blijven. Het werk zit er nog niet op. Sterkte voor uw mannen daar. Dank u wel. We gaan Martijntje iets heel anders, want dat gaat over een feestje. Ja, iets heel anders. Jouw dierenkliniek in Den Dolder, die bestaat 15 jaar. En morgen vieren jullie dat met een open dag. Ja. Groot feest. Groot feest. En er is van alles te doen. Heel leuk. Ja. Wat is er allemaal te doen? Vertel. We hebben een rondleiding door de praktijk. Iedereen kan zien achter de schermen wat we doen. Er is een puzzeltocht door de praktijk waar je hele mooie prijzen mee kan winnen. We hebben een knuffeldierenspreekuur. Dus kinderen mogen met hun knuffel komen en daar gaat een echte dierenarts naar kijken. Wordt hier gelachen, is dat voor jou ook? Ja.
We hebben allemaal een soort standje staan van onder andere het Zeister Dierentehuis, een gedragstherapeut. Gedragstherapeut? Ja, en we hebben ook iemand van het KNGF, van de geleidehonden. We hebben zelfs iemand die met zijn geleidehond informatie komt geven, dus heel bijzonder. Maar die gedragstherapeut, wat doet hij? Die kijkt dan hoe... Ja, nee, die geeft adviezen over wat je met je hond kan doen. En niet alleen zeg maar als het misgaat met je hond, maar ook preventief dat je leuke dingen met je hond kunt gaan doen. Dus spelletjes en dingen. En daar geeft ze informatie over. Heeft ze ook een hele mooie hand-out. En daar weet jij ook wel wat vanaf, toch? Ja, zeker. Laat even naar de hoek. Ja, want goed. Jij hebt wel dieren meegenomen. We zagen ze aan het begin al. Jij gaat ze er weer even uithalen. Gelukkig ben jij er, want anders moeten al die katten... Lukt het met de hond, Martijntje? Ja. Dat is wel leuk. Kijk, de katten. Moet ik er ook eentje pakken? Of... Kom maar. Zo, de kleine. Kijk, dat is een dierenvriend. Baby Puma, toch? Heette die? Ja. Kijk. Ze kijken nog een beetje angstig nu, maar we hadden het aan het begin al even over. Kun je nu zeggen van, ze zijn nu heel gelukkig en voelen zich helemaal op hun gemak? Ik vind het weer een klein beetje spannend, want ze zijn net uit het hokje gekomen en staan op de tafel en even zien wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar dit zijn hele relaxte poesjes die heel veel in de hand zijn geweest, moeder en dochter. En je ziet aan ze, de staart staat omhoog, ze zijn geïnteresseerd. Ze gaan zelfs eten. Ja. Voor poeten uitzonderlijk eigenlijk. En deze zijn heel relaxed. Ja. Ja. Want wat zijn nou tekenen als je zo'n dier hebt, als we het over gedrag hebben, waar je kunt zien, dat gaat niet helemaal goed? Nou, dat sowieso in huis, als een dier zich niet lekker voelt, dan kan die gedrag gaan vertonen van stress. En dat zie je vaak bij katten, dat ze zichzelf bijvoorbeeld heel erg kunnen gaan likken. Zich terugtrekken, soms naast de bak gaan plassen. Allerlei tekenen. Die op stress duiden. Mm-hmm. En dat kan gewoon zijn dat er iets in huis is. Want stress klinkt natuurlijk eigenlijk een beetje negatief. Als je tegen mensen zegt, hij heeft stress. Dan denken mensen ook vaak in de verdediging van, wat moet ik dan iets doen? Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn omdat er een andere kat in de buurt is. Of omdat je twee katten bij elkaar hebt. Ja. Die het eigenlijk helemaal niet kunnen vinden met elkaar. Dus je had het over uitlaten, hè? Van de hond bijvoorbeeld. Je hebt een hond mee. Ja. Maar daar valt jou iets op de laatste tijd. Ja, wat me opvalt, het is natuurlijk de tijd van de mobiele telefoons. En het valt me op als je bijvoorbeeld door het bos loopt of je rijdt over straat en je ziet iemand met een hond wandelen, dat je zo vaak mensen met een mobiel ziet of ziet kijken. En dan loopt zo'n hond shock daar een beetje naast. En ik vind dat eigenlijk heel erg. Want ik denk, soms wat minder mobiel gebruik is natuurlijk best wel goed. Mm-hmm. Maar met name voor die dieren. Want ik heb het idee dat honden echt wel eens te weinig aandacht krijgen. Het is natuurlijk zo dat je denkt van, ik laat hem 5 à 10 minuutjes even een rondje lopen. Gaan we een blokje om? Maar wat is leuker? Ja, wat is leuker dan met je hond gewoon spelletjes of dingen doen of gewoon tegen hem te praten en lekker met hem te wandelen en te genieten samen van de natuur. Leg die mobiel eens weg. Dus meer van dit soort tips zijn dus op jouw open dag. We gaan weer lekker aan tafel. Ja, zeker. Zitten jullie wel eens? Hebben jullie honden, jongens? Of katten? Ik heb een kat. Honden spelen ook. Ja. Ja, ik heb geen honden, maar honden spelen ook een belangrijke rol in het militaire leven. Is dat zo? Ja, we hadden het er net even over ook. In de laatste plaats. Het gaat over mensen die terugkeren uit hun gebied, een crisisgebied met posttraumatische stressstoornis. Er is een heel programma voor opgezet door onze oud-commandant der strijdkrachten. Waarbij honden gekoppeld worden aan mensen. En kennelijk worden de mensen er gelukkiger van en de honden worden er gelukkiger van. Dus zitten ze niet append, zijn ze niet append aan het uitlaten? Nee, serieus. Dat honden echt een soort rust kunnen geven voor mensen en ook voor kinderen met autisme of kinderen met gedragsproblemen zie je echt dat honden heel belangrijk of dieren in het algemeen heel belangrijk kunnen zijn. Ik heb toevallig een pup gekocht, die krijg ik over 2 weken. Leuk. Een cavalier King Charles Spaniel. Ach, leuk. Ja. En echt helemaal. Ik heb foto's en filmpjes van hem. Ze zit nog in het nest. Ja. Maar ik krijg er over 2 weken. Nou, ja, want Joke, jij moet een hele andere tijdverdrijf vinden, toch? Ja, ik moet andere dingen gaan zoeken, maar nou was ik toch al bezig. Jarenlang zat jij achter de kassa bij de Albert Heijn. Je werkte bij de Albert Heijn. Ja. En was de een van de meest populaire cashières. Kunnen we wel zeggen. Het. Als we dit zo op tafel zien, wat er voor jou staat. Dat is niet voor niks. Het is ook een afscheidsdag geweest. Het is echt zo ongelooflijk. Ik wist niet wat er gebeurde. Want even voor de kijkers thuis. Je zat bij winkelcentrum De Gaart in de Albert Heijn daar. En mensen die liepen met je weg. Ze zeggen het, ja. Ze kwamen altijd graag bij me en... Ja, laat Sofie maar praten. Ik had altijd er langs de rijen. En dat is waar, als er andere kassa's vrij waren, dan stond er bij Joke toch een rij. Ja, mensen maar dat is opmerkelijk, hè? Want zo'n combinaat werk, ga je gauw naar huis, moet je boodschappen doen, maar ga je toch bij Joke in de rij staan. Ja, je wil zo snel mogelijk afrekenen. Ja. Dat is het idee. Dus dat is toch al een wonderlijk gegeven, dat er één kassière gewoon altijd een rij heeft. Ja. Ook al zijn er andere plekken beschikbaar. En dat is gewoon omdat Joke echt aandacht heeft voor de mensen. Daardoor duurde het ook langer voordat je weer uit de rij
vrij was. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is maar waar. Je hebt echt een praatje, echt een gesprek. En je onthoudt dingen van mensen. Dus ik denk dat je echt voor heel veel mensen een vast baken was. Ja, weet je, want dan was ik aan het werk en dan keek ik die rij in. En dan zag ik al die bekende gezichten. En dan, dan zei ik ook gewoon tegen ze van ja, ik kan wel kassa-assistentie gaan roepen. Maar jullie blijven toch staan. Ja. Laten we even kijken, Joke. Dat was ook echt zo. Wat al jouw klanten over jou zeggen. Dat klikte direct. Het is gewoon een ontzettende vriendelijke, warme, hartelijke vrouw. Heel erg fijn. Hele lieve collega. Zullen er ook heel erg gaan missen. Vol humor. Echt een lichtpuntje voor mij op een dag als ik boodschappen ga doen. De rijen zijn bij haar ook altijd veel langer dan bij een ander. Dus ik ben niet de enige die fan is van Joke. Nou, dat is wel een vast gezicht wat we gaan missen, zeker. Ja, ja. Ja, Joke. Een vast gezicht wat we gaan missen. Wat doet dat met jou, al die reacties? Want je hebt afscheid genomen al, hè, van al je klanten. Ik heb al afscheid genomen. Ja, dat is toch wel weemoed. Toch emotie ook. Ik had er zelfs mensen bij die gingen gewoon huilend weg. Ja. Mijn man die kwam de laatste 2 uur kwam die even kijken en wat fotootjes maken en zo. Die zag echt mensen, die gingen echt met tranen in de ogen. Huilend liepen ze weg. Hij zegt, ik weet niet wat er gebeurt hier. Nee. Ongelooflijk. Gek gezicht voor jou ook dan, hè? Ja, ja, zeker. Ja. En Sophie was een van die... Heb je ook gehuild of niet? Het is gelukt, maar ik wist dan om het droog te houden. Maar ik wist dat we elkaar dan hier nog zouden zien. Dus ik denk dat het hierna... Het komt na deze uitzending. Ja. Maar ik denk dat we elkaar best wel... Want we houden wel contact dan via Facebook. Maar ik denk wel dat het... Ja, je wist wat er speelde bij mensen. Je leefde intens mee toen mijn kinderen geboren werden. Ja. En dat is niet... Dat is ook wel op een bepaalde manier logisch. Want de cashier is soms iemand die je gewoon vaker ziet dan je eigen moeder. Jij had toch ook zo'n bijzondere cashier? En Den Dolder was er ook een. En precies hetzelfde verhaal. En is ook met pensioen gegaan. En ik moest eigenlijk wel huilen toen ze wegging. Heel stom. Want dat je even denkt... Nou, die heb ik denk ik de hele jeugd van mijn kinderen zat ze daar. Ze is denk 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden weggegaan. En dat ze gewoon je kinderen ziet opgroeien en alles weet. Ja, tenminste, ik vind dat... Jij hebt zelfs de zwangerschap van Sophie op een hele bijzondere manier gehoord. Het was zo mooi, want op een gegeven moment was Sophie zwanger. En we leefden samen eigenlijk best wel helemaal in die zwangerschap. Ja, ik kwam steeds langzamer aan, hobbelen. Ja. Nou, hoe lang nog? Ja. Precies. Maar op een gegeven moment, toen moest Sophie bevallen... Ja, Sophie die komt niet even in de winkel zeggen van hoi, toen kwam er geen live verslag. Nee. Wie heeft het jou toen verteld, Joke? Sophie, de moeder. Die kwam speciaal de winkel in om te vertellen dat ze een zoon gekregen had. Kortom, je hebt heel wat betekend voor iedereen in Utrecht bij de Gaard. Bedankt voor je jarenlange inzet. Nou ja, dankjewel. Ja, namens Sophie. En we zien het aan alle kaarten en dingen die hier nog liggen. Bedankt ook voor je komst. Jullie allemaal. Graag gedaan. Succes morgen bij de open dag. Dankjewel. In Den Dolder dus, bij de dierenkliniek. Ja. Staat de deuren de hele dag open. Dit was u vandaag. Ik wens u allemaal een fijn weekend. En maandag dan zijn we er weer hier aan tafel. Dag.